Fermenteren is een eeuwenoude techniek en getuige daarvan is deze prachtige zuurkoolpot. Bij het fermenteren worden natuurlijke suikers in groenten door bacteriën omgezet in melkzuur. En vandaar die typische zure smaak. Ik ga een snellere techniek toepassen. Ik heb hier nog mijn halve kool reeds gesneden en ik ga die kneuzen met zout. En dan flink kneuzen. Deze gekneusde kool gaat in mijn gesteriliseerde pot. Al de jus die eruit vrijgekomen is, gaat erbij. Deze fijn gesneden zuurkool wordt afgedekt met een overgebleven blaadje van onze kool. Daarop komt een gewichtje. Ik heb gewoon een eenvoudig zakje water gevuld. Zorg ervoor dat alles mooi beneden blijft. Het deksel gaat dicht, maar niet hermetisch, want zo kunnen de vrijgekomen gisten ontsnappen. Na 3 weken heb je zuurkool.